Hallo mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van No Limits 2, aflevering 29. En in deze aflevering gaan we de Junior Coaster doen. Hij staat gewoon helemaal klaar voor ons. En Junior klinkt kinderachtbaan, hè? Klinkt als een kleine, korte, comfortabele rit. Ik ben ook heel benieuwd wat het gaat worden. We zitten in de achtbaan en... wow, dit is een heel klein achtbaantje. Ziet er heel leuk uit, een beetje wit. Alles is wit. De baan is wit, de trappetjes zijn wit. De karretjes zijn wit. Nou, de lampjes zijn wit. Alles is wit. Wow. En hij gaat nog snel naar beneden ook. Oh, en die ondersteuning is ook heel leuk gedaan. Een beetje houten achtbaanondersteuning lijkt het net. Oh, wow. Worden we twee keer omhoog? Oké, we gaan twee keer omhoog. Grappig. Oké. Hele compacte junior coaster dus. Ja, dat zie je vaker met junior coasters. Dat ze of twee keer omhoog of... wow, die gaat echt helemaal naar beneden. Ze gaat echt snel. Ja. Wat? Oké. Dat ging heel snel. Jeetje. Nou, goed. Ja. Dit was de Junior Coaster. Heel apart dat hij zo recht naar beneden ging. En ging hij daar ook recht naar beneden? Nee, daar ging hij wel snel. Dan had hij nog best wel een lekker vaartje. Nou goed, het was een... ik had hier nog wel een bochtje willen zien, zo'n spiraal. Dit was de Junior Coaster. Het ging heel snel. De volgende coaster is de Rocket Coaster 2.0 Jungle Version. De 2.0 Rocket Coaster. Oké. Hij liet allemaal foutmeldingen zien, maar het is gelukt. En het is een afschietbare achtbaan. We beginnen gelijk. Ik heb gevoeld dat het een hele korte aflevering wordt. Omdat echt die Junior Coaster was heel kort. We hebben niet eens een toetakeling hier. Oh. Nee. Wow. Zo, so they're clear. Jungle Coaster. Wauw, ik vind het thema heel gaaf. De kleuren zijn heel tof. Kurkentrekkertje. Omgeving is ook leuk gedaan. Wauw. Zo, dat is drie kurkentrekkers. Jeetje. De een ging vloeiender dan de andere, dat was heel apart. Wow, langs het water. Nog een keer afgeschoten. Wow. Dat is gaaf. De kurkentrekcoaster. Jeetje, wat een achtbaan, joh. Dat is wel echt een hele grote, dit. En de onderdoor. Leuk. Jeetje, jongens. Hoe lang is deze baan? Het zal wat geld kosten als je dit moet laten bouwen. Oh, dat was een hele rare bocht. Wat? Wat gebeurde daar dan? Hier neemt hij al de speed af. Ik denk dat hier wel het einde komt ongeveer. Nee hoor, nog steeds niet. Ja, is hier het einde? Ja, hier is het einde. Of niet? Nee! Wat de hel? Wat de hel? Wat is dit? Ik loog over de korte video. Dit is dus een lange achtbaan. Wauw. Kopje thee erbij. Ja. Is die nou afgelopen? Of gaan we nog door? Nee, nog een keer. We gaan nog steeds door. Jongens, iemand had tijd te veel. Ik zie daar het station, maar of we daar in de buurt komen, betwijfel ik. Jeetje. Ja? Gaan we nu naar het einde, mensen? Nee, we gaan nog steeds niet naar het einde.
Dit is voor de zesde keer dat we worden afgeschoten al. En ja, nou is het gebeurd. Ja, wat moet ik hier wel zeggen? Ik wil even de buitenkant zien. Ik wil even kijken, jeetje, deze coaster is echt niet normaal groot. Ik denk dat dit echt een overdreven grote achtbaan is. Maar wel erg tof in elkaar gezet en heel erg gedacht aan thematisatie. Dus dat vind ik een voordeel. We gaan maar gelijk naar de laatste coaster. En dan is het aan jullie de taak om te kijken welke achtbaan er gaat winnen van deze drie. De Skyscraper 109. Komt bekend voor de naam. Ik zie waarschijnlijk aan de coaster of we hem al eerder hebben gespeeld. Maar volgens mij hebben we hem nog niet gedaan. En gelijk een foutmelding. Die heb ik net snel weggeklikt. Deze hebben we al gedaan. Deze coaster hebben we al gedaan. En dit is de Tiran. Dit ziet er grappig uit. Ja, dit ziet echt heel grappig uit. We zitten tegenover elkaar. En dat is ook wel apart voor een coaster. Dat heb ik eigenlijk nog niet vaak gezien. Ik zie ook een andere attractie staan. Een leuk reuzenradje daar. En een... Oh jee, daar gaan we. Wow! Zo begin je echt helemaal... Dat is wel gaaf. Oh, wat gaat hier gebeuren? Gaan we spinnen? We gaan sowieso spinnen. Oh, dit is heel gaaf. Leuk, leuk gedaan dit. Kijk, dit is niet zo overdreven keihard spinnen, maar ja, misschien ben ik niet zo zwaar. Ik weet niet hoe zwaar ik weeg in dit karretje. Maar het ligt er natuurlijk aan met wie je in een karretje zit. En nu is hij weer recht. Of gaat hij nog draaien? Gaat hij spinnen? Nee, gaat niet spinnen. Of wel? Ja, jawel, jawel. Maar mijn karretje gaat niet meer spinnen, die andere wel. Boe. Het begin is wel echt eng, hoor. Met die kronkel, moet je kijken. Oh, ik vind het een hele aparte achtbaan. Ik denk, puur omdat deze origineel is, dat ik deze ga kiezen als favoriete. Nou, favoriete voor deze aflevering. Hij heeft ook... Hij gaat niet heel hard of zo. Nee. Ik vind dat hij echt niet hard gaat. Kijk, dit stuk hier zo. Moet je kijken hoe echt heel creepy. We wachten even op deze achtbaan, totdat hij hier verder gaat. Maar dit is echt heel creepy dit. Moet je kijken. Wow. Lijkt me wel gaaf om een keer in te zitten, hoor. Maar voor de rest gaat hij helemaal niet zo hard, de achtbaan. Ik vond het best wel meevallen, maar dit was echt een heel leuk stuk. Ik vond dit de leukste achtbaan van alle drie. En laat ook in de comments weten welke jij de leukste achtbaan vond. 1, 2 en 3. En vergeet niet te liken en te abonneren. Kan inmiddels helemaal gratis. En tot de volgende keer bij een nieuwe No Limits. Doei doei.